Er was nog geen verkeer. En ik mag zijn voor je hachie. Oh, wat een lekker dagje. Wanneer? Nou ja, zij is ook al oma. Ik zou niet zeggen, maar echt waar, als je dus ziet dat een heel jong meisje, Maar weet je hoe dat komt, waarom ze er nog zo goed uitziet? Nou, waarom? Weet je waarom? Nou, dat zal ze zelf uitleggen. Oh ja. En dat is een solo, dus dat kent u niet. Nee, dit is een verhaal. De kleine ingreep.
eerste rimpels kwamen, was ik danig in paniek. Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek. Nou, mijn man vond het fantastisch, mijn gezicht was weer elastisch. Niks geen rimpels, niks geen vouwen, net zo glad als bij ons trouwen. Maar toen zei dus een vriendin, het is wel gek, maar je kop past nou niet goed meer bij je nek. Nou, het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak. En ze geven hier een steentje, anders krijg je daar een zak. Nou, mijn man was heel tevreden over wat ze met me deden. Maar de plastische chirurg zei, tot zover is het keurig. Maar ik zit nog met uw borsten in mijn maag, want die zitten volgens mij nu iets te laag. Toen ze waren opgehezen, leken ze een beetje klein. Maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn. Nou, ik zag mijn man ontvlammen, want ik had dus zulke prammen. Maar een avond bij het vrije, keek hij peinzend naar mijn dijen. En al had hij dan geen duidelijke kritiek, ik ging wel meteen weer terug naar die kliniek. Trouwens ook een buikje en na enig overleg liet ik dat meteen ontvetten, maar toen was mijn navel weg. Op de operatietafel gaf men mij een nieuwe navel om terzelfde tijd mijn billen minstens zo'n stuk op te tillen. Nou, ik was op ieder feestje zeer in tel, maar ik zat onderhand wel heel strak in mijn vel. Voelde zich naast me niet meer zo op zijn gemak, want op straat riep er een jongen, hey, ga je lekker, ouwe zak. Nou, toen kocht hij een toepetje en een veel te strak corsetje en ging wandelen en gimmen en op het fitnesscentrum trimmen. En deed maandenlang een rigoureus dieet, tot hij zomaar in de sauna overleed. Daar stond ik op het kerkhof, mooi te wezen aan zijn graf. Maar nu hij het niet meer zien kon, was de aardigheid eraf. Ik laat nou de kwabben zwellen, want ik kan u wel vertellen. Dames, laat je niet verlakken, laat die boel toch lekker zakken. Koester buik en onderkinnen, want daar is schoonheid huid van binnen. Want met strakgetrokken nekken valt het leven niet te rekken. En vertelt u dat maar rustig aan uw man, anders komen er nog ongelukken van. Ja, dat is Antonia's meest beroemde solo. Dat is zo vaak gedaan. We zijn bijna aan het eind van de voorstelling gekomen. En ik heb nog een paar mededelingen voor u. We zijn allereerst heel blij dat u vandaag weer geweest bent. We hopen dat u het weer zoals altijd aan iedereen vertelt. En al die mensen zegt, komt dat zien, komt dat zien. Volgend seizoen spelen we door. We hebben nu nog twee keer te gaan. De komende twee weken, de 5e en de 12e september. Dan weer met pianist Joop van Garderen in ons midden. Volgend jaar wordt het repertoire drastisch uitgebreid naar 150 liedjes. Er zijn er veel meer teksten, hopelijk ook veel meer stoelen. En dan spelen we in elk geval vanaf 5 mei tot eind september. Nou, en dan gaan we nu door met ons laatste liedje, de 24 liedjes. En dat is nummer 24. Veertien appelbomen in de zomerzon. En zeven dikke tralen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. En 2 enorme zoenen op de gang. En massa's blije mensen waar ik veel van hou. In één boerenschuur.
46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en een hoemama. En 1 begrafenis met koffie na. En 4 papieren vliegers aan een touw. En 48 liedjes, 48 liedjes, 48 liedjes voor jou. Stelen moedertjes op oogjaar. En 2 aanstaande moeders en 1 olifant. 1400 dors in een blink. En 9 heksen van iemand met de hik. En 7 babyfoto's op een schaal. En 58 liedjes. 58 liedjes voor jou. La 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 la. 16 bisschopsmeters op een lange rij. En 1 kleinmoedervlekkie op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. En 2 olijven aan 1 bitterbal. En 4 verliefde wolken. Voor jou. La 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 la. 16 lichte vrouwen in vergadering. En 2 enorme boeren van een zuigeling. 14 kamerleden op het toilet. En 7 apen op 1 autopilot. En 12 Sinterklaasen in de kom. Paraplu en al. We werden uit de gracht gevist. En toen zei u: meneer, u ziet me moe toch
Ja.